Hallo jongens en meisjes, wat leuk dat jullie weer kijken. Moet je zien, een super groot ijsje op een horentje. Ik zou hem wel lusten, maar ja, als ik naar de ijskoopwinkel ga, dan lukt het me natuurlijk nooit om zoveel bolletjes op één zo'n horentje te krijgen. Maar van verf en papier kun je natuurlijk wel een heel groot ijsje maken. Je kunt hem zo groot maken als je zelf wil. Als je googelt op Wayne Thiebaud, dat is een Amerikaanse kunstenaar, die heeft heel veel ijsjes geschilderd. Niet alleen ijsjes, maar ook gebakjes, taarten, snoepjes. Je kan het zo gek niet bedenken. Je moet er maar eens googelen. Hoe maak je nou zo'n ijsje? Dan heb je een paar dingen nodig. Allereerst een groot vel papier en een bordje met allemaal kleurtjes verf. Natuurlijk een kwast, een schaar en een potje lijm. En hoe ga je nou beginnen? Je gaat hier allemaal bolletjes op schilderen in allemaal verschillende kleuren. Ik zal je laten zien. Je kunt wat grotere doen, wat kleinere, maar ja, meestal zitten ze op het ijsje, zijn ze eigenlijk wel een beetje even groot. Ik maak maar gelijk alvast 2 gele. Want ik denk dat ik geel best wel meerdere keren kan gebruiken. Citroensmaak is dat, hè? Ik pak een stuk wc-papier. Ik maak mijn kwast schoon. En met die kwast ga ik in de volgende kleur. Even kijken. Ik denk dat dit de smaak is van pistache. Die vind ik ook altijd heel erg lekker. Zie je dat je de bolletjes niet eerst hoeft te tekenen? Je kunt gewoon gelijk met de kwast beginnen. En zo ga je door. Je hele vel vol en je gebruikt alle kleuren. En als je dat hebt gedaan, dan kun je met de achterkant van je kwast nog wat leuke stippen of streepjes aanbrengen. Misschien moet je even wachten totdat de verf een beetje droog is. Maar het kan al vrij snel. Al die balletjes, die ga je uitknippen met een schaar. Oh ja, en in het hoekje van je papier doe je nog eventjes voor het horentje een stukje bruin schilderen. En op dat bruin, dat moet natuurlijk het horentje worden, misschien een beetje geel erdoor. Dat het een beetje lichtbruin is. En door dat bruin ga je dan weer met een dunnere kwast wat strepen maken. Even kijken of we ze een beetje zien. Strepen de ene kant op en strepen de andere kant op. Dan krijg je zo'n leuk ruitje. Hier kan je straks je horentje uitknippen, want dat is een driehoek. En de balletjes knip je uit en dan plak je dat op een vel papier. Oops, dat heb ik ook gedaan eerst. Kijk, alle balletjes een beetje overlappend opgeplakt. Het horentje eraan vastgemaakt. En toen heb ik hem natuurlijk nog uitgeknipt. En dan is je ijsje klaar. Heb je zin om te beginnen? Ik denk het wel. Maak het ijsje zo groot mogelijk, want in de winkel kan dat echt niet. Veel plezier. Eet smakelijk. Ga na afloop even een echt ijsje halen. Succes!